Hey, hallo en ontzettend leuk dat je kijkt naar deze video waarin we ook weer een reverse engineering challenge gaan doen vanuit de catalogus van challenges afkomstig uit de Sema Christmas Capture the Flag 2022. En nou, ik kan je allereerst uh, aanraden om ook in 2023 zelf mee te doen aan de Capture the Flag challenges van Sema. Ze zijn uh, vaak net een klein beetje pittiger dan uh, Try Hack Me. Um, en dat maakt het voor mij ook net wat leuker. Maar voor alle niveaus zit er van alles tussen. Dus um, uh, vind je Try Hack Me misschien een beetje te makkelijk? Neem zeker even een kijkje naar de SEMA-challenges. Die uh, voor mij net een beetje leuker zijn. Ontzettend goed doordacht zijn. En waarbij eventueel uh, support ook ontzettend goed geregeld is. Mocht er tussentijds support nodig zijn. De binary waar we vandaag naar gaan kijken is een beetje anders dan een normale reverse engineering challenge. Want we gaan namelijk bijna geen enkele debugger gebruiken. Dus hoe dat in elkaar steekt, dat ga je zo meteen zien. Mijn naam is Jarno Basilier. maar dat wist je natuurlijk al, want dat staat gewoon op mijn kanaal. Uh, maar vind je deze video leuk, geef hem dan alsjeblieft een likeje. En abonneer jezelf zeker ook even op mijn kanaal als je dit soort video's leuk en interessant vindt. Without further ado, laten we even doorgaan naar mijn desktop, waar ik de binary waar het over gaat al op de desktop geplaatst heb. En To Reverse heet de binary. Um, en het eerste wat we willen onderzoeken is: wat doet dat ding nou eigenlijk? Wat is dat voor iets? Dus, en laten we dit een beetje groter maken. Zo. En wat is dit dan eigenlijk voor iets? De file to reverse laat ons weten dat dit een ELF-file is. Een Linux executable, 64 bits. Dynamically linked, dus um, waarschijnlijk met referenties naar uh, andere libraries. En wat zien we dan nog meer? Het is een stripped binary, dus geen uh, debug information of symbols zullen aanwezig zijn. Dat over de binary. Misschien is het ook wel goed om te weten. Um, wat daar dan aan security maatregelen in zitten checksec check, file is volgens mij was dat dash dash file en dat is to reverse zo wat hebben we hier we hebben hier een partial relro security geen stack canary nx is wel enabled geen pi. we hebben inderdaad geen symbols hij is fortified en dat is eigenlijk alles wat we nu weten. Um, dus dan kunnen we de binary uitvoeren. En wat gebeurt er als we de binary uitvoeren? Dan krijgen we de melding: error loading Python library libpython3.10 um, no such file or directory. Dus de binary zoekt naar deze library en aangezien dat Python waarschijnlijk niet in mijn pad zit. En dat klopt. Vindt hij deze library ook niet? Ik kan twee dingen doen: ik kan uh, Python toevoegen aan mijn path, of ik kan de library kopiëren. Heb ik deze library zelf op mijn computer staan? Waarschijnlijk wel. Dat komt goed uit, want dan kunnen we deze kopiëren naar de desktop toe. En ter verduidelijking: dit is de methode, zoals ik deze challenge oplos. En ik ben me ervan bewust dat op andere systemen en met andere gedachten de challenge ook anders opgelost kan worden. Ik laat je alleen zien hoe ik tot de oplossing gekomen ben van deze challenge. En zoals je ziet, zit bij mij Python ook niet in mijn pad. Als Python wel in mijn pad had gezeten. Dan uh, had ik alweer iets anders gezien en had ik hem natuurlijk ook weer iets anders opgelost. Uiteindelijk misschien wel op dezelfde manier, maar misschien net iets anders dan nu. Want wat gebeurt er nu, nu ik de library file wel op mijn desktop heb staan? Als we nu weer to reverse uitvoeren, dan krijgen we meer te zien. En we krijgen te zien de Python Path Configuration. Python Home staat op zijn current working directory, dat is de desktop. En Python Path is not set. Oké, okay, we hebben een program name, bla bla bla. Interessant wordt het hier: fight Python error, fail to get Python codec of the file system encoding. En dan hier: no module named encodings. En dit is geen module die we simpelweg met Pip of iets dergelijks kunnen installeren. Um, we kunnen nu twee dingen doen. We kunnen of het pad corrigeren. En ik kan je verklappen dat dat um, niet heel veel helpt, moet ik eerlijk zeggen. Ehm. Um, of we kunnen verder gaan kijken wat we dan met deze binary kunnen. Laten we vooral het laatste gaan doen en laten we met Ghidra gaan kijken. Of we hier Zo, of we meer informatie kunnen achterhalen over deze elf binary. We laten, uh, maken een nieuw project aan op de desktop en de project noem ik uh, Reverse Python whatever finish. En start Ghidra. En dan gaan we eens even kijken wat we kunnen achterhalen met Ghidra. We drukken op I om een file te importeren. En we kiezen dan voor de Reverse.me file. Uh, ik ben waarschijnlijk ook toe reverse, dat was het. Yes! Laten we ook zeker een analyse starten van alle analyses die we kunnen doen. En dat zou niet te lang mogen duren. Daar is hij mee klaar. En laten we meteen eens even kijken naar de functions die we hebben. Dat zegt ons niet zoveel. Want het is een stripped binary en heel veel informatie is verloren gegaan. Ehm... Um dat bedoelde ik niet. Ik wilde graag naar de desktop toe en daar wilde ik gdb draaien met to reverse. En als ik hier een info functions doe, dan krijg ik hier wel meer functies, maar geen duidelijke uh, functies die, in, die toebehoren aan de elf-file. Het zijn allemaal functies uit de, de PLT-table. Ik heb ook geen normale main-functie. Dus um, laten we dan eens even kijken naar info file om te kijken wat het entry point is van de binary. Entry point is 402535. Maar met een beetje mazzel heb ik hier ook een entry function. Ja, en die begint ook op 402535. Dit is dezelfde functie, dit is het entry point van deze binary. Ofwel, we kunnen vanuit hier gaan zoeken naar de main. Dat is niet zo heel moeilijk, want de main functie wordt gestart na de initialisatie van deze functie door libc start main. Die zien we hier. En dan kunnen we er dus vanuit gaan dat deze functie hier, functie 0043 df0, dat dat inderdaad de main functie is. Nou, probeer ik deze zijkant wat groter te maken. Dat lukt niet. Heb ik deze functie hier dan tussen staan. df0 dat is deze. En deze kunnen we dus gaan renemen naar main. Rename. Naar main. En dit is vanaf nu mijn main functie. En wat zien we in deze main functie? We zien dat in deze main functie een hele hoop variabelen gedeclareerd worden: local variabelen. Met, en vervolgens worden er functies aangeroepen met verschillende parameters. We weten niet wat voor functies. We kunnen wel even een kijkje nemen. In deze functie wordt een calloc gedaan met de aanroep naar een volgende functie: Cannot allocate memory archive status. calloc geen idee wat hier gebeurt. VF print. Maar er gebeurt genoeg. Nog eentje terug. Andere functie. Readlink proc self exe, wat me zonder verdere context nog steeds niet zo heel veel zegt. Een snprintf functie. Nog eentje. BVAR1 is vals. File. We refereren naar een file. We kleren de pointer en um, unset environment pyi 1 -e dicht mode. En hier hebben we mypass 2. Wat dit exact doet, weet ik niet. En als ik het niet weet, dan is het volgende logische wat ik daarop zou doen is googelen. Dus laten we dat ook zeker eventjes doen. En als ik google op underscore Wonder Mode. Geen idee wat ik voor trucje deed om hem in een nieuw venster te openen. Um, we hebben het hier over een Py installer. Analysis report. Oké okay, en dat andere wat we zagen dat was mypass2 plus mypass2 Nogmaals de py installer laten we de underscore even weghalen. Dat maakt niks uit. En dit is de py installer main c Het lijkt erop alsof de Executable, de binary, alsof dat die gemaakt is door PyInstaller. En PyInstaller kan van een Python-script een complete executable maken, waarbij PyInstaller feitelijk de code en de interpreter en alles in één pakt, uh, verpakt in een binary, zodat de binary geklikt en uitgevoerd kan worden. Dus laten we vanuit gaan dat dit een PyInstaller-binary is. Als we dat weten, dan kunnen we daar wellicht iets mee. En we kunnen um, deze binary decompilen, zodat we um, weer Python files terugkrijgen. En dat decompilen, dat kunnen we doen met een tool. Dat is de PyInstructor of zoiets. PyInstructor. PyInstructor um, en je schrijft het anders. Maar volgens mij komen we hiermee op de juiste GitHub page uit. En inderdaad, dit is de PyInstaller Extractor. En op deze pagina staat uitgelegd hoe we deze extractor kunnen gebruiken. Laten we eerst een Git clone doen van deze tool: Quit, clear, Git clone. En voordat we overigens deze tool kunnen draaien op een 64-bit binary, moeten we eerst een object copy gaan maken. Dus we maken eerst een dumpfile vanuit de binary. Laten we dat eerst doen: dat is object copy. Met de dump section. De PI data willen we hebben. En we noemen die pydata.dump. Uh, Zo. En de binary dat is to reverse. En als het goed is, hebben we nu een pydata.dump, die staat daar, dus dat is goed. Dan gaan we naar de PyExtractor. En doen we python 3 pyextractorpy En gaan we naar de dumpfile pydata.dump. Laten we kijken wat er gebeurt. Dit ziet er redelijk goed uit. Found 9 files in C archive. We hebben hier verschillende files. Python ref of Python reverse lijkt, me, lijkt mij de main file in deze. En als het goed is, hebben we deze files nu ook hier op de desktop staan. Laten we dit alles eventjes wegklikken. PyExtractor. En in deze folder hebben we vervolgens de Pyke files die we nodig hebben. En een Pyke file is eigenlijk de compiled output van een Python script. Dus wanneer een Python script wordt uitgevoerd, wordt daar een binaire stream van gemaakt. En deze binaire output wordt ook in de Pyke file gestopt, zodat dit feitelijk fungeert als een soort van cache. Dus deze Pyke files kunnen we niet één op één lezen als een Python script. Is er dan een applicatie waarmee we deze binaire bestanden, waarmee we deze Pyke files kunnen lezen? In ons geval kunnen we deze bijvoorbeeld lezen met een Wing Pro, wat een Python IDA is. Overigens, een fantastische tool van harte aan te bevelen. Doe je veel in Python, dan maakt Wing het schrijven van Python scripts een stuk makkelijker. Zouden we deze files openen in bijvoorbeeld een Sublime, dan zie je dat we daar uh, binaire data hebben en deze niet kunnen lezen. Laten we Wing eens openen om te kijken wat er dan in zo'n Pyke-file zit. Open op de desktop. Was dit waar we, uh, was het reverse Python.rep? Volgens mij wel. Nee, volgens mij niet. Op de desktop hebben we PyExtractor. Dit was onze Extracted Data. En laten we dan hier onze Reverse Python eens openen. En zoals je ziet wordt dit ook niet ontzettend goed ingelezen. We zien wel de, um, de ASCII art. We zien ook wel dat er tekst door het programma uh, getoond wordt. Um, en willen we de challenge oplossen, dan zien we daar ook de flag al. Tussen staan. Dus in principe is de challenge opgelost en hebben we de flag geëxtract. Maar we hebben hier dus wel een speciale IDE voor nodig. Er is echter ook een tool waarmee we deze data kunnen decompilen. Terug naar Python code. En die ga ik jullie ook zeker even laten zien. Dat is de Unpike tool. Nummertje 37. Welke ook werkt voor Python 3.10. En dat is deze tool. En dit is een uh, maintained fork. Welke gebaseerd is op Unpike 3.7. Nou heb ik deze tool al op mijn machine staan. Dus die hoeven we niet opnieuw te klonen. Hier wordt getoond hoe de tool werkt. Als we gaan naar software. Een pike of ik ging ervan uit dat deze software er nog op stond: een um, furl en geen een pike. Dan gaan we dat alsnog doen. Git clone. En dan gaan we in de unpike directory. Kijken we naar de source, dan hebben we hier een unpike 3.py. We hebben setup niet nodig, want we gaan de tool maar eenmaal gebruiken. Wat we dan kunnen doen is een Python 3. unpike 3.py en vervolgens. Plaatsen we het pad naar de pikefile die we willen decompilen. En ik kies in dit geval ook voor de python ref .py En gedecompiled ziet dus deze pikefile er als volgt uit: We hebben het Python script terug, er wordt een flag gedefinieerd. Dus hier hebben we de flag staan. Met een question: Do you want to help solving the challenge? Met een keuze voor yes of no. Een input wordt gevraagd, en als dat yes is, dan wordt er getoond: So you want some help. Maybe you should find out with the, uh, what the application is. Dat hebben we gedaan, want het is Python. Take a look at the debug dragon. Daar bedoelen ze natuurlijk Ghidra mee. Dat hebben we ook gedaan. En. Op het moment dat je no hebt geantwoord, staat er ah, I like your style, good luck to you sir, madam. En dan begint de main functie die hello and welcome zegt. En uh, there is a function called a flag, can you find this functions? En dan wordt de question definitie functie aangeroepen. En moeilijker dan dat is feitelijk deze applicatie niet. En dat is hoe... Ik deze challenge heb opgelost. Zoals ik al zei, een Reverse Engineering challenge waar feitelijk geen debugger bij komt kijken. Maar welke we op een andere manier gedecompiled en gedebugd hebben. Nogmaals, van harte aan te raden. De Sema Capture the Flag Challenge is ontzettend leuk. Dus ook hartelijk dank aan Sema voor het maken van deze challenges. Voor jullie vond je deze video leuk, zeker interessant? Geef me dan alsjeblieft een like en abonneer jezelf zeker op mijn kanaal. Daar zou ik ontzettend blij mee zijn. Voor nu een hele fijne, mooie dag toegewenst. Hartelijk dank voor het kijken en heel graag tot de volgende. Doei! doei!